Wij vierden afgelopen zondag Bevrijdingsdag. Rusland viert Overwinningsdag. Het is vandaag 68 jaar geleden dat in Rusland de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Nergens werd de prijs van de oorlog zo duur betaald. Kritiek daarop is nog altijd taboe. Ze komen met moeite nog altijd ieder jaar samen. De mannen en vrouwen die voor de Sovjet-Unie hebben gevochten tegen Nazi-Duitsland. Veteranen. Ze hebben gevochten en gewonnen. Zonder de Russen was Europa verloren geweest. Прошел боями от Урла и Орла и Брянска через Польшу, освобождение на Украине Львова, затем взятие Берлина и потом участие в освобождении Праги. En dus viert Rusland vandaag de overwinning. Op het Rode Plein denderen de tanks, vanuit de lucht scheren de straaljagers vlak over Moskou heen. Vladimir Poetin heeft de legerparade persoonlijk in ere hersteld. Сделаем все для укрепления безопасности на планете. Слава народу победителю! С праздником вас! Rusland is trotser dan ooit tevoren en kritiek is dus niet welkom. Wandaden als de massaverkrachting in Duitsland of de slachting onder Poolse officieren, het is steeds meer taboe. Kijk maar eens wat er hier in de boekwinkels ligt. In het Rusland van Vladimir Poetin zijn de geschiedenisboeken flink onder handen genomen. En over de duistere kanten van de oorlog wordt met geen woord gerept. Bijvoorbeeld over Sovjet-dictator Jozef Stalin. Hij liet miljoenen critici voor, tijdens en na de oorlog om het leven brengen, maar krijgt op een dag als vandaag alle lof. А именно товарищ Сталин под его руководительством мы выиграли эту тяжелейшую самую войну. Товарищи КПЕ, идем. De meeste Russen hebben geen probleem met de eenzijdige herschrijving van hun eigen geschiedenis. У каждой страны свое мнение, каждый переписывает историю как так, как он хочет. Не важно, что происходило на политическом фоне, все равно эти люди достойны уважения, памяти. En zo is het. 9 mei is een feestdag voor veteranen. En in Rusland misschien wel de belangrijkste feestdag van het jaar. Olaf Koens voor RTL Nieuws in Moskou.